Het nieuwe sportcentrum Malde, dat de oude veldschuur vervangt, is maandagochtend in gebruik genomen. In de middag volgt een officiële overdracht met aannemer, exploitant Laco en natuurlijk de gemeente Heumen zelf. Nou, zoals je wel gezien hebt, is het oude sportcentrum wel erg oud aan het worden. En dan ontstaat automatisch de vraag van als gemeente, wat wil je doen? Wil je het afbreken? Wil je de faciliteit laten vervallen? Of wil je een nieuw sportcentrum? We hebben een mooi dorp met een goed voorzieningenniveau. En binnen dat voorzieningenniveau vindt men een sportcentrum heel belangrijk. Dus vandaar dat we met een hele grote steun in de raad besloten hebben om een nieuwe veldschuur te bouwen. Of een nieuw sportcentrum Malde te bouwen. Waar we vandaag het fantastische resultaat van zien. We weten ook dat mensen alle steeds ouder worden. En voor de ouder wordende mensen kan een zwembad ook heel belangrijk zijn. Dus we hebben hier echt iets waar we als gemeente verschrikkelijk trots op zijn. We hebben hier een sporthal neergezet waar Laco vanaf dag 1 bij betrokken is. Waardoor je in zo'n sporthal ook alle ervaringen van, van een zwembad-exploitant in hebt kunnen verwerken. Hey, je ziet een zwembad wat voldoet aan alle eisen, waar wedstrijden gehouden kunnen worden. Het is een beweegbare vloer. Nou, er zijn allemaal extra's die we uit het verleden natuurlijk nooit hebben gehad. Kijk je naar de sporthal, ja, die is ook supermodern, met goede hoogtes, dus voor alle sporten om dat te kunnen doen. We kijken naar het horecagedeelte, wat natuurlijk de ader vormt tussen de twee accommodaties. En kijk je naar boven, dan kijk je naar de vide, waarin we doelgroepen hebben, waarin we fitness hebben. En waar we in een hele brede context kunnen sporten. Iets wat denk ik uniek is voor de gemeente Heumen. We hebben samen het complex ontworpen. We zijn daar heel veel tijd en heel veel energie hebben daarin gestoken. Kijken naar de routing, alles wat te maken heeft met duurzaamheid. En ik moet zeggen, het is een fantastisch resultaat. Nou, gelijk als je hier binnenkomt, zie je al een prachtige grote ruime hal met een horeca. Dus waar mensen gezellig kunnen zitten na het sporten. Dus we hebben een multifunctioneel zwembad. Kan ook ondiep voor baby en peuter zwemmen we onder andere. Gelukkig niet meer in de kelder, maar nu op de eerste verdieping hebben we een fitness. En ook een e-gym, die wordt op iemand persoonlijk ingesteld. Dus een soort van personal trainer. Dan hebben ze in een half uur hun hele lichaam getraind zonder, en dat is wel heel belangrijk, hun gewrichten of spieren te overbelasten. Dan hebben we nog een kleine sportzaal, die wordt gebruikt voor verenigingen, tafeltennis. De parkeerplaats is aan de oude, voor onze oude gasten, de oude parkeerplaats zoals het voor 2 jaar geleden was. Het is handig om 50 cent mee te nemen voor de kluisjes. Die krijgen ze na de hand weer terug. Wij hopen heel veel mensen dat die hier naartoe komen om te zien wat voor een prachtig nieuw sportcomplex er in de gemeente Heumen staat. De officiële feestelijke opening van het sportcentrum vindt plaats op 6 oktober. De oude veldschuur wordt na een uitgebreid asbestonderzoek gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Het oude zwembad heeft afgelopen zondag zijn laatste zwemmers mogen ontvangen.